David de Bomme, we staan hier na de wedstrijd tegen Geel. Voor jou was het jouw eerste basisplaats bij Antwerpen. Tevreden? Ja, mijn eerste basisplaats, ja. Ik ben heel blij met de kennis dat de trainer me heeft gegeven. En ja, hopelijk komen we er nog. Ja, voor ons was het een beetje een verrassing dat we jou daar zagen staan op het wedstrijdblad. Was dat voor jou ook? Ja, toen wij aankwamen in Kaasboerin, had Just Berens wat last van zijn oog. En ja, de voorbije weken was er al een positiewissel in de training. En, dus ik dacht, ja, er is kans dat ik ging spelen. Dus ik had mij nog extra meer gemotiveerd en gefocust. Want er was kans dat ik in de basis kon staan. Ja, we spelen uiteindelijk 2-2. Het heeft ook lang 2-0 gestaan. Jij hebt de gelijkmakers niet meer mogen meemaken. Je hebt ze van de bank kunnen zien, maar toch tevreden, denk ik. Ja, ik sprong bijna een gat in de lucht. En ja, ik ben heel blij met de mentaliteit dat de ploeg heeft getoond. We zijn echt een heel goede groep. En het is heel mooi om het seizoen met deze werkkracht af te werken. Dus laten we dat doortrekken naar de winterstoppen. Ja, voor jou persoonlijk, het was een heftige partij tegen die Kolev, beer van Avente. Ja, ik had al van minuut 1 een bal moeten wegkoppen. En dus ik wist al van het begin dat hij veel, dat de doelman van Geel Kolev moest zoeken. Dus ik had me, ja, het was niet simpel, maar ik hoop dat ik het goed heb gedaan en hem zo lang mogelijk van de alleen niet gevaarlijk heb laten kunnen maken. Dus. Laatste vraag, David. 4 januari is het indoor voetbal battle. Ga jij ook meedoen en kijk je er naar uit? Ik kijk er zeker naar uit, want in mijn jeugdjaar heb ik 5 jaar zelf voetbal gespeeld. Bij nu FT Antwerpen. En ja, dat is altijd leuk om terug in de zaal te spelen. In korte ruimtes en zo. Dus ik kijk er zeker naar uit.